Het directoraat Openbaar Groen gaat door met het pilotproject om grofvuil op te halen in de districten Paramaribo en Wanica. Dit bevestigt directeur van Openbaar Groen, Indersing Gangabisun Singh, via de communicatiedienst. Hij kondigt berichtgeving via sociale media of de radio aan, zodat de samenleving kan inspelen op de dagen waarop de dienst langskomt om het vuil op te halen. Ik denk dat wanneer de vrachtwagens langslopen, langskomen, dat ze dan heel effectief en gemakkelijk het grofafval kunnen ophalen. Dus de communicatie loopt via de resortraadsleden en de districtsraadsleden. We hebben gedeeld met de voorzitters van de resortraadsleden. We hebben ze opgeroepen. Een paar keer zijn we aan tafel geweest. En dan hebben we afspraken gemaakt dat zij dit werk op hun nemen, omdat zij de buurten het best kennen. De directeur zegt dat het vuil voor het weekend moet worden opgehaald en naar de vuilstortplaats Ornamibo worden gebracht, waar het zorgvuldig zal worden verwerkt. Afval, u weet, mensen zitten overhoop met oude ijskasten, wasmachines, gasfornuis. You name it up, er zijn een heleboel zaken, apparatuur. Voornamelijk wat niet meer bruikbaar is en mensen weten ook geen raad mee. Die zaken worden opgeruimd. Gangabisun Singh benadrukt dat autowrakken niet opgehaald zullen worden, omdat de dienst en de vuilstortplaatsen geen karkassen kunnen verwerken. En ieder die apparaten en ander afval heeft en die kwijt wil, kan deze wel laten ophalen.